Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 3 augustus. Veel bewolking boven Nederland, met name vanochtend was dat het geval. Nu is het vanuit het westen aan het opklaren en dat gaat de komende uren ook steeds meer gebeuren. En dat betekent ook dat de neerslag vrijwel helemaal uit het land is. Alleen in het uiterste oosten kan aan het begin van de middag nog wat neerslag vallen. Nu zien we die regen die vanochtend over het land trok en ook nog wat activeren. Met name in het midden en noordoosten van het land was het toch nog wel flink nat. Maar vanuit het westen klaarden het op. En momenteel zien we een mix van zon- en stapelwolken. En dat houden we ook de rest van de middag. Temperatuur die ligt vanmiddag zo tussen de 20 en 23 of 24 graden. En ook vanavond is het nog vrij zacht met temperaturen rond de 20 graden. Het is dan overal droog en er zijn brede opklaringen. Wat natuurlijk wel opvalt momenteel, dat is de wind. Die is overwegend matig tot vrij krachtig in het binnenland. Aan zee waait een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Dat is windkracht 5 tot 6. En ook is de wind af en toe hard aan het strand. En dat is windkracht 7. Verder is de wind ook vlagerig. Er komen windstoten. ...voor van zo'n 75 tot 80 km per uur. Later vanavond gaat de wind aan zee iets afnemen... ...en in het binnenland wordt het zelfs vrij rustig voor wat betreft de wind. Vannacht dan blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden dan kan er misschien wel wat regen vallen, kan een bui vallen... ...en ook morgen overdag valt er hier en daar wel een bui. Het ziet ernaar uit dat het in de ochtend met name in het westen en noorden het geval is... In de middag dan valt er met name landinwaarts hier en daar een regenbui. Buiten de buien om zijn er zonnige perioden en ook stapelwolken. En vooral in de ochtend waait het nog stevig. In de loop van de middag gaat de wind geleidelijk aan afnemen. Temperaturen morgen tussen de 20 en de 23 graden. Op zaterdag vallen er ook nog wel een aantal buien, maar ook dan zijn er zonnige perioden. Met name de ochtend ziet er vrij zonnig uit, in de middag kunnen er toch wel vrij veel stapelwolken overtrekken. De temperatuur ligt tussen de 19 en 21 graden en er staat een matige wind uit het westen of noordwesten. Zondag verloopt vrijwel overal droog, alleen in het noorden is er nog kans op een buitje met temperaturen tussen de 19 en 21 graden. En maandag kan het dan wat warmer worden, 21 tot 24 graden. En die hogere temperaturen die komen omdat de wind wat meer naar het zuiden waait, waardoor de zachte lucht wat dichterbij kan gaan komen. Het lijkt echter tijdelijk, want na maandag wordt het weer wisselvalliger en ook de temperaturen komen dan minder hoog uit. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.